LTO heeft bezwaar gemaakt tegen de komst van een nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken. Martijn van Dam werd dinsdag beëdigd als opvolger van Sharon Dijksma. Voor de benoeming heb ik wel de premier kenbaar gemaakt dat ik bezwaar maakte tegen zo'n snelle wisseling weer. Want het is de derde staatssecretaris in deze kabinetsperiode. En het kan niet zo zijn dat de staatssecretariaat voor landbouw een soort duiventil is. Ik betreur het wel, de gang van zaken, maar tegelijkertijd... Het is wel een gegeven. Martijn van Dam is de nieuwe staatssecretaris en daar zullen we het mee moeten doen. En het LTO zal er alles aan doen dat hij binnen de korte keren goed op de hoogte is wat er speelt. En dat de belangrijke besluiten die genomen moeten worden, dat die ook genomen gaan worden.